ik heb wel lekker ontbeten. Dit is idli. Ik heb nog nooit in mijn leven gegeten. Ik zag het heel vaak op de menukaart staan. En dat eet je dus met sambar en... What is this? Chutney. Chutney. Coconut. Ah, coconut chutney. Oeh, kokos chutney. Awesome. En nu gaan we naar Lulu Mall. Oh, en freaking G Dosa Plaza. Bij mij om de hoek. Zie je al dit eten wat nog uitgeprobeerd moet worden? Ik zit in de lokale bus. Ik heb geen idee of je de juiste weg op gaat, want niemand weet het. En de conducteur zegt alleen maar rustig, rustig. Gelukkig heb ik Google Maps en kan ik een beetje meekijken welke richting de bus op gaat. Kijk, dit is de lokale bus. Alle vrouwen zitten voorin. Er zitten geen ramen. Achterin zitten alle mannen. Yay, de bus ging wel goed. En ik heb een stukje van het echte gekke India opgevangen. Oké, oversteken. Ik ga deze man volgen. Hij weet vast zo hoe het wordt. Yeah, we zijn er. Dit is echt qua netheid Disneyland vergeleken met de omgeving. Oeh, er zit hier trouwens een grote supermarkt. Dat is awesome. Daar gaan we nog heen. Even serieus, ik ben blij dat deze vrouwen er zijn, want er zijn zoveel gasten. Het is echt niet normaal. Wacht, ik ga me even omdraaien. Heel casual. En dan zie je alweer dat zijn allemaal gasten. En ze zijn niet onaardig hoor. En ze staren ook niet, nou, niet heel erg. Ik vind het niet dramatisch of zo. Ik had echt verwacht van, weet je wel, in horrorfilms zie je toch iemand zo, altijd zo staren. Dat heb ik nog niet meegemaakt of zo. Maar het zijn er gewoon heel veel, waardoor je als vrouw automatisch, zeg maar, kwetsbaar voelt. En je moet gewoon aardig doen en lachen. En ze spreken je aan en ze vragen je mee uit. Maar gewoon, no, I'm married. La 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 la. En gewoon weggaan. En dan komt het wel goed. Ik wil weer even naar de bios. Dus even checken wat voor leuke films er draaien. Oh, geweldig Indian films. En we gaan denk ik naar Premam. Want Pia zei tegen me dat het een van haar favoriete films was. Dus even kijken of je hem ziet. Nee, nou, ik laat je straks wel even zien. Ik ga even een kaartje kopen. Yes, een grote supermarkt. Awesome. Weet je, ik vind avontuur heel leuk. En ik geniet ook van elke minuut dat er onverwachte dingen gebeuren. Maar af en toe denk ik, stop even. Ik moet even ademhalen. En dus daarom is een grote supermarkt altijd heel chill. Oh man, ik kan mijn lol hier niet op. Kijk dit. Iets van natuurlijke pap of zo. Ik heb oprecht geen idee wat het allemaal is, maar het is awesome om zulke nieuwe dingen te ontdekken. En dan komen we bij het natuurlijk het belangrijkste gangpad. De snacks. Ik zag hier al cashew cookies. Dat lijkt me wel lekker om te proberen. En hebben ze nog meer gemberkoekjes? Hebben ze ook best wel veel. Moeten we nog meer? Het ziet er allemaal niet zo heel gek uit of zo. Check dit, de McSpicy paneer. Duh, dat ik die even moet proberen. Kijk nou, chili paneer pocket. Je moet dit ook even zien hoor. Chicken Maharaja. Oh. De masala grilled chicken. McAloo tikki. McEgg. Oh, dat is echt een belevenis. Het is gewoon een paneerburger. Een paneerburger. Op een schaal van 1 tot 10. Hoe excited ben ik over een paneerburger? 100. 100. Het is amazing. Voor het geval je niet weet wat paneer is. Het is een soort kaas. Je hebt 1 liter melk nodig om 100 gram hiervan te maken. Het is niet moeilijk om te maken, maar je hebt gewoon heel veel melk nodig. En het is zo freaking lekker. En ze hebben een burger ervan. Come to mama. Oké, heel eerlijk. Paneer smaakt beter in een curry. Maar ik vind gewoon het idee dat ze een paneerburger hebben. Zo vet. Geen grappen met Indian spiciness. Deze burger is echt heel pittig. Voor mij prima, want ik hou van pittig eten. Maar Stefan zou dit bijvoorbeeld echt niet kunnen eten. I love it. Het is ongeveer 3 uur. Ik moet de bus terug gaan zoeken. Want als hij verkeerd gaat, dan heb ik in ieder geval nog genoeg daglicht om de juiste bus te zoeken. Geen grap. Dit is net alsof je in de Harry Potter bus zit. Dit is echt awesome. Hoor dit belletje. Hoor dit belletje. Kijk nou. Dat is het belletje. Dit is echt heel vet. Ik vond het net trouwens niet vet, want er zitten geen deuren in deze bus. En ik stapte dus in en die bus begon te rijden. Maar het is wel echt een avontuur. Al mijn wildste dromen over India kwamen uit in deze bus. Het is echt te gek voor woorden wat je ziet. En het zijn zoveel indrukken, maar het is echt tegelijkertijd zo geweldig.
I love it. Yeah, we hebben de weg teruggevonden. Dit was zo vet. Al mijn India-dromen zijn uitgekomen. Ik ben zo blij. Ik wil elke dag met die bus. Ik ben teruggegaan naar Monsieur's restaurant om eventjes te eten. En toen heb ik eigenlijk allemaal leuke mensen ontmoet. Dit is Nadia uit Londen. Nissan. Do you live in India or are you from Germany? I'm from England. UK. UK. Oh, hij is van de UK. United Kingdom. Germany. Germany. Switzerland. Switzerland. Super vet. Wat? En we zijn nu Uno aan het spelen. Met z'n allen, super gezellig. Yo, dat was echt vet gezellig. Had ik helemaal niet verwacht. En ik was ook eigenlijk niet van plan om naar Mansour te gaan. Morgen om 6 uur start de yoga teacher training. Ik heb mijn theorieboek gekregen. En nu gaan we dus zo meteen ontbijten. Ik heb er zoveel zin in. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan nu. En als je wel geabonneerd bent, dan zie ik je morgen. Welterusten.